Beste kijkers, we hebben bij ons in de studio meneer Helmond Proeven. Al geruime tijd praten wij over aquaponics en loopt dit project al op verschillende scholen. Hij gaat ons alles vertellen hierover. Meneer Proeven, welkom bij het Nationaal Informatie Instituut. Dank je wel. We gaan vandaag met u praten over aquaponics. Maar voordat we naar aquaponics gaan, wie is meneer Proeven eigenlijk? Meneer Proeven is een nationalist. Mm-hmm. Hart en nieren, een Surinamer die wil bijdragen aan de ontwikkeling van het land. En waar er geholpen kan worden, ben ik altijd bereid te helpen. Okay. Kort gezegd. Meneer Proeven, wat is aquaponics? Aquaponics is een systeem waarbij je door middel van vis kan planten. Mm-hmm. En dan praat ik echt over gezonde voeding. En daarnaast heb je dus ook hydroponics, waarbij je door middel van meststoffen digitaal kan planten, dus door middel van metertjes, digitale meters kan planten. Maar aquaponics heb je dus vis nodig of dieren die in het water leven om te kunnen planten. Oké. Okay. Van waar het initiatief om met dit project te starten? Nou, heel mooie vraag. Een paar maanden geleden heeft de president, nadat hij gezien heeft wat we allemaal doen op dit gebied, een gesprek met ons gevoerd. En gevraagd als ik als landelijk coördinator kan optreden om dus dit voor hem te coördineren. Okay. En de president maakte zich meer zorgen omtrent een aantal factoren. En het belangrijkste is, het gaat om gezonde voeding brengen voor met name de jeugd, maar ook de gemeenschap. Een tweede zorgpunt voor hem was om kinderen weer te triggeren om landbouw te gaan doen. En we hebben toen alles uitgewerkt en vanaf dat moment zijn we gestart op diverse scholen. Okay. Dit project is opgestart, zei u net, op bepaalde scholen. Aan welke voorwaarden moet zo'n school voldoen om in aanmerking te komen voor het systeem van aquaponics? Nou, de bedoeling is dat we het landelijk willen gaan coördineren, dus in elke district een aantal scholen. Natuurlijk heb je dus nu een moment waarbij er scholen zelf naar ons toe komen en vragen van, we willen het ook. Maar dat is een aangelegenheid van de president met ons als team. Dat we gaan bekijken als het wel haalbaar is voor ons. In Saramaka hebben we 5 scholen momenteel. In Apora hebben we reeds 1 school. En ik denk de volgende waar we gaan is Marowijne en Kommerwijne. De komende weken om daar scholen uit te zoeken om ook het project uit te voeren. En dan gaan we naar de overige districten. Oké. Okay. Hoe zit het, hoe loopt het traject op de scholen hiermee? De kinderen en de leerkrachten en ook de gemeenschap, de betrokkenheid van de gemeenschap, de ouders, is heel erg belangrijk. Dat is heel erg goed te noemen. We merken dat de kinderen heel enthousiast zijn en die vragen bijna iedere dag, iedere morgen om naar de tuin te gaan, omdat ze ook die vis kunnen voeren. En het is een heel ander systeem van planten dat ze wordt aangeleerd. We hebben dus in zo'n kast die we op school bouwen, hebben we dus een oud systeem waarbij hoe mama en papa gewend waren te planten, ja, dat hebben we ook. Maar daarna zien ze ook het nieuwe deel waarbij door vissen ze eigenlijk kunnen planten en oosten. Hoe zit het met duurzaamheid van dit project? De leerkrachten worden getraind, die krijgen een certificaat. En het hele traject wordt doorlopen, dus het is niet zo dat we gaan in een kast neerzetten. Maar de mensen worden dus getraind, een aantal trainingen, om goed met het systeem te weten om te gaan. De president heeft gekozen voor gifvrije tuinen, waarbij er geen chemicaliën gebruikt mag worden. Dus het gaat om echt biologisch groenten die de kinderen dan hebben. Het is ook zo dat de vissen op een gegeven moment ook zich vermenigvuldigen. Dus in principe kan je die ook gaan verkopen. En ik zeg ook aan de leerkrachten, die kas die wordt gesponsord door de president, kan je eigenlijk gaan runnen als een bedrijf op school. Okay. Want het is ook ondernemersgericht. Er zijn een heleboel voordelen aan het hebben van zo'n kas. We hebben zo'n beetje gesproken over de scholen. Wordt dit project ook anders uitgevoerd dan op scholen alleen? Ja, natuurlijk. Er zijn diverse ondernemers, landbouwers die ons benaderen. We zijn dus nu bezig met een ondernemer op weg naar zee, waar we bezig zijn met een heel groot project. Om en bij 4000 gaten in zo'n systeem.
Die hebben we dus eigenlijk ook, nadat we hebben gesproken met de president, hebben we gezegd, we steunen hem vrijwillig om alles op te zetten. Kort termijn zullen we het resultaat zien, wat we eigenlijk de mensen willen laten zien, dat deze methode een heleboel voordelen heeft, omdat je met een heleboel zaken geen rekening meer hoeft te houden. Behalve de scholen, landbouwers, zouden we dit project ook kunnen opstarten bij strafinrichtingen? Heel belangrijke vraag. We hebben de training al verzorgd in Santa Bomma. Mm-hmm. We hebben samen met de gedetineerden hebben ook een systeempje neergezet. Okay. Dat hebben we gedaan samen met ruggespraak van DC Nercus. Mm-hmm. Dus die staat er al. Belangrijk is dat je de mensen een tweede kans moet bieden. Dus we denken heel breed om iedereen, mensen die menen dat ze weinig ruimte hebben, mensen dus die willen gaan ondernemen. Ik denk dat dit een methode is om handvaten te bieden, dat mensen verder kunnen gaan. Okay. Als ik het systeem van aquaponiek ga gebruiken, heb ik last van insecten? Het zou kunnen, zowel hydroponiek als aquaponiek, wat wel minder is, omdat als je de grond zou planten, moet je met een heleboel factoren rekening houden. Okay. Grond is meestal een bron van insecten, plagen, noem maar op. Terwijl hoe wij het doen, een beetje hoog op water, ben je al vele stappen verder. Okay. Mocht je zeg maar last hebben van bepaalde zaken, kan je dat gewoon biologisch bestrijden. Met bijvoorbeeld neem of groene zeep, noem maar op. Maar niet met chemicaliën. Dat gaat niet werken omdat je dan je vissen doodgemaakt. Oké. Het klinkt heel erg interessant, meneer Proeven. Als ik zo'n project wil opstarten, welke financieringsmogelijkheden heb ik nodig? Voor de landbouwers, ik kan het zo benaderen. Voor de landbouwers heeft het natuurlijk nogmaals vele voordelen. Als je gewoon op de grond zou planten, zou je maandelijks moeten ploegen, je zou chemicaliën moeten kopen, je zou moeten nat maken. Ik wil enkele voordelen van dit systeem opnoemen. Okay. 1. Het gaat om gezonde voeding. Het gaat om een eenmalige investering die je pleegt, grote investering. De derde is het ondernemersgericht. Het is niet arbeidsintensief, dus je chap, je houwer, je hark kan je eigenlijk aan de kant doen. Je hebt weinig ruimte nodig, je hebt weinig water nodig. Dus eigenlijk kan je bijna 80% tot 85% van watergebruik kan je verminderen. Je hebt meer en betere productie op een kleinere oppervlakte. Je hebt minder personeel nodig. Het is milieuvriendelijk en het is agro-stimulerend voor de jeugd. Dit zijn 10 voordelen die ik heb opgenomen en zijn meer. Okay. Om mensen dus eigenlijk aan te bevelen van kijk naar de voordelen om over te schakelen. Want belangrijk is dat we moeten weten wat we eten. Juist. Wat te doen nu als er geïnteresseerden zijn? De mensen kunnen zeker contact met ons maken. We hebben wel een hele drukke en volle agenda. Maar we staan altijd open om ook de presentatie vrijwillig, gratis te doen. Als er groepen zijn die geïnteresseerd zijn, die meer willen weten, kunnen ze altijd of op FB of telefonisch contact met ons maken. En dat is ook een opdracht die we hebben gehad van de president om de mensen dus die voorlichting te geven en te helpen waar nodig. Dat doen we dus geheel gratis. Als ik in dit project ga investeren en het gaat een beetje lopen, ga ik financiële voordelen hieruit kunnen halen? Heel wat financiële voordelen. Ik denk wat wij nu moeten doen als zeg maar de beleidsmakers is dat we moeten gaan kijken naar een stukje afzet. Omdat wanneer iedereen gaat planten, zo op grote schaal, zit je op een gegeven ook met je producten. We zijn ook bezig te kijken naar de agrarische kamer die gaat komen. En die agrarische kamer gaat zich buigen over verschillende zaken. Okay. Om te kijken hoe het zit met afzet, hoe ga je boeren kunnen steunen en begeleiden. Okay. En ik heb sterk het vermoeden dat we werkelijk kunnen gaan naar die voedselscheur als we zaken goed in place hebben. We moeten durven, we moeten minder klagen, we moeten minder kritiek leveren. Ik denk als mensen bereid zijn om echt te helpen, om het land op te bouwen, zijn we vele, vele stappen verder. Okay. Dus het is een grote uitdaging, maar ik heb wel het idee dat we komen. Okay. Meneer Proeven, hoe kunnen mensen jullie bereiken als ze interesse hier hebben hierin?
Via Facebook is er een pagina, dat is dus Hydroponics voor Beginner Suriname. Mm-hmm. Daar kunnen ze dus ook zien wat we aan het doen zijn. Okay. Maar daar delen we ook filmpjes om mensen eigenlijk een beetje te inspireren en te laten zien dat het kan. Maar ze kunnen me ook bellen op 7123962, nogmaals 7123962, voor een serieus gesprek om te kijken hoe we kunnen helpen. Okay. U zei in het begin van ons gesprek dat er steeds meer scholen aanvraag doen om dit project bij hun op te zetten. Hoe zullen jullie daarmee omgaan? We leggen het zeker woord van de president. Als landelijk coördinator ga ik ook naar de scholen toe om te kijken van als er werkelijk die behoefte aanwezig is. Okay. En ik denk dat de president zeker een open oor heeft voor dit soort zaken om te helpen. Het is een grote investering die gepleegd wordt. Het is een kast die compleet wordt opgezet. Maar daarnaast moet je ook rekening houden met de factoren dat we moeten trainen en nazorg. En het is niet dat we naar Marowijne gaan daar een kast op zetten en dan zie je ons niet meer. Het is een heel traject, logistiek, zaken inkopen, noem maar op, opzetten van die kast, trainen. Tot certificaatuitreiking van de mensen die hebben deelgenomen aan zo'n training. Dus het is een heel lang traject. En laten we hopen dat Surinamers goed kunnen omgaan met dit initiatief van de president. Okay. Dus laten we dat hopen. Maar we staan open en ik ben eenmaal 24 uur bereid te helpen waar nodig. Meneer Proeven, mag ik u heel hartelijk dank zeggen dank voor uw komst en de uitleg die u ons heeft gegeven. Dank u wel. Jullie hebben het gehoord, meneer Helmin Proeven, die heeft ons verteld over aquaponic en hydroponic.